Kijk mensen, dat fort bedoel ik. Precies onze neus. Good life. De familievloggers met Ruben en Melanie en de leukste drieling van Nederland, Jason, Jalicia en Jaden. Good life. Hey, hallo allemaal. Leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video hier op Good life. We zijn vandaag. We zijn in. Hoi! Hoi! Ja! Zal ik jullie hoei even laten zien? Ja! Kijk, daar beneden is hoei, daar gaan we zo meteen naartoe. Prachtig, hè? Daar staat er in één keer een kerncentrale. Hoort ook bij hoei. Kijk, we zien vanaf hier al de kermis staan, dat gele paaltje helemaal onderin. Oh, dan wordt hij onscherp, maar daar onderin staat de kermis. We gaan eerst even langs het fort rijden. Hier in Hoei hebben ze namelijk ook nog een groot fort. En daar gaan we eerst even kijken voordat we naar de kermis gaan. Kijk mensen, dat fort bedoel ik. Daar rijden we even naartoe. Wat leuk is aan Hoei, maar dat is er dus niet meer, is een kabelbaan. Toen ik hier naartoe reed in de auto heb ik even gezocht op Wikipedia. Maar er is hier een helikopterongeluk gebeurd. Dus een kabelbaan naar boven, ja, die is buiten gebruikt. Kijk, zie je nog een stukje kabelbaan. Zie je dat, Jaden? Wat is dat? Ja. Dat is een kabelbaan, hè? Daar mogen we even samen af. Nee, die is helaas dicht. Yes, die man, hè? Zo een paar jaar dicht. En een stroomkabel voor naar binnen. Nou, nog een klein stukje naar boven volgens mij. Nee, dat weet je nog niet. Ga eens kijken of dat dicht is. Loop maar naar boven. Kijk maar of het dicht is. We gaan er even aan duwen. Pas op, hè, daar. Hij is dicht. Kom maar terug. Neem even een toeristische route, hè, jong. Ja. Ja, kom maar, loop maar door. Wow. Wauw. Hier kunnen we naar boven. Zullen we daar naar boven gaan? Ja. Dat was misschien toch iets te gevaarlijk. Geen hek of niks, dus ik heb hem even naar beneden gehaald. Alleen Talisha en ik zijn nog over. De rest is achtergebleven. Maar we zijn bijna boven. Hé, hey, hij staat open! Ja. Zijn wij daar af, toch? Allee. Wat we dachten. Vermee closed. Jammer. Papa? Ja? En dan moet je daar gaten in de jokken. Waar? Deze. Nou, die hebben ze dichtgemetseld, maar dit is nog zo'n eentje die goed intact is. Vroeger konden ze hier staan. En als daar de vijand kwam, hadden ze pistolen en kanonnen en dan konden ze de vijand makkelijk doodschieten. Maar als jij de vijand was, kon je heel moeilijk in zo'n klein gaatje heen schieten. Hè? Dus als je hier in een fort was, was je bijna onsterfelijk. Je kon bijna niet geraakt worden. Ja, papa. Ja. Maar nu zijn ze niet meer. Nee, nu zijn er geen soldaten meer. Wij leven nu in vrede. En gelukkig maar. We hadden expres al de rolstoel in de wagen laten staan. Want ja, ik dacht, ja, ik kan de rolstoel wel meenemen. Maar dit had ik wel verwacht. Heel veel trappen. En Jaden is halverwege afgehaakt. Moet ik zeggen, hij stond nog tot halverwege gekomen. Dat viel me nog mee. Maar wat verwacht, het was dicht. Ik denk, ik ga even kijken. Misschien toch even leuk om nog een keer te bezoeken als we hier weer in Hoei zijn. Maar we gaan weer naar beneden en we gaan weer de rest van het gezelschap opzoeken. Wat we hier nog aantreffen, dames en heren. Ik ga even kijken, ja? Nee, we hebben ook een kikker achter. Hij is best ver nog, hoor, Jaden. Ik denk dat jij beter je krachten kan besparen voor naar beneden, schat. We krijgen nog steeds in de comments heel vaak de vraag waarom Jaden in een rolstoel zit. Nou, dat is heel erg simpel. Jaden kan geen lange stukken lopen. Hij markeert nog steeds wat met zijn mobiliteit, hè. Zijn knietjes, vooral dat zie je ook aan zijn houding, hoe hij loopt. En daardoor kan hij niet hele stukken lopen. Bijvoorbeeld, we zijn nu naar boven op de fort gelopen. Als je ziet, is het een behoorlijk aardig eind. Ja, daar is hij best moe van. Op de kermis nemen wij gewoon de rolstoel mee. En dan kan ik gewoon even rustig aan doen. Ook in pretpark en dergelijke nemen wij gewoon ook dat rolstoel mee. Omdat het gewoon lange stukken lopen zijn. Tenminste, de hele dag lopen. Het zijn wel korte stukjes, maar ja, je loopt wel de hele dag. Je staat. En vandaar dat we ook zeg maar, zo'n invalide pas hebben. Voordat we op zo'n invalide parkeerplaats kunnen staan. Dat we niet zo heel ver hoeven te lopen. Zoals hier is het wel fijn, want het is echt heel druk in de stad Hoei. Je kan hier bijna nergens parkeren. En dankzij die kaart kun je toch vrij dicht bij de kermis parkeren. Kijk, als je ja, gewoon vitaal gezond bent, hè, fit bent, dan
helemaal aan het einde van de straat, hè. En aan die kant, zeg maar, langs het water zetten. Waar we aangekomen zijn, van die kant. Ja, er waren wel plekken, maar daar lopen we nog 10 minuten naar hier. Ja, dus voor Jane is dat geen doen. En naartoe misschien wel, maar terug niet. Maar goed, we gaan in ieder geval genieten van de kermis van Poei. Zoals thuis. Ja. Ja? Maar als je één keer naar voren doet en één keer naar rechts, dan stopt hij, dan gaat hij automatisch omlaag. Dus je kunt maar heel even naar voren en één keer naar rechts. Als je hem loslaat, kun je niet meer naar voren. Ja. Dat is te ver, Jason. Dat gaat nooit meer worden. Nee, helaas. Oké, volgende. Felicia. Ja, en? Jammer. Nee, dat kan niet. Jaden. Heel gastjes, dan moet ik je helpen. Doe wat samen. Ja, heel goed, Jaden. Boven zijn kop. Misschien ook wel beter dat we niet winnen. Want dan wie gaan we dan heen? Kijk, let op. Wij moeten het rustig. Hop. Allee, gaat ie. Precies onze neus. Dat je beweging echt wel. Dat is haar. Nee, ook niet. Jammer. Volgende keer beter. En wat leer je hier alles van? Gokken is waardeloos. Kost je geld? Nee, je niet niks. Nee. Jason, ja. Wil je brommer rijden? Ja. Mag je brommer rijden? Ja. Het is jammer dat we niet in het fort konden, dat we een beetje te laat waren. Maar ik had eerlijk gezegd ook gedacht dat de kabelbaan gewoon open was. De bedoeling was eigenlijk met de kabelbaan
daar te starten en dan naar het fort te gaan. Maar er loopt ook een kabelbaan helemaal naar achteren. Zie je dat daar bovenop? En daar bovenop is nog een pretparkje. Maar ja, omdat we dus vandaag wat later waren, was het allemaal gesloten. Tenminste, het fort was dicht. Maar ik kwam onderweg, toen ik begon te lezen, want ik wist dat die kabelbaan hier was, begon ik te lezen dat het helikopterongeluk gebeurd is hier in 2012. Dus die kabel was sowieso niet open geweest. In 2020 gaat die geloof ik pas weer open. Moeten ze helemaal restaureren of repareren, geen idee. Dus dat is een beetje jammer. Nou ja, maar goed, we hebben toch een klein stukje Hoei gezien. Leuk dorpje. We hebben de kermis helemaal gezien, dat is altijd leuk. Dat is een mooie combinatie weer geweest. Ik zou zeggen bedankt voor het kijken voor deze video. Ik hoop dat jullie hem ook wel leuk vonden. Nou, wij vonden het wel een leuk dagje. Het was prachtig weer ook. En ja, morgen om 4 uur zijn we er weer. Als je abonneert, vergeet dan niet op het belletje te drukken. En ik zou zeggen, tot morgen om 4 uur. Dan zijn we er weer. Ik neem van hier, van Hoei, afscheid. Abonneer je op Good Life. En vergeet niet op de bel naast de abonneerknop te drukken. Dan ontvang je van elke vlog een melding en pushbericht. En mis je helemaal niks meer. Dus druk op de bel.